eerste gast van vanavond is Vera Louise. Haar liefdespad gaat helaas niet over rozen. Nou, mijn relatieverleden, daar is een ramp. Daar kan ik niet heel veel over vertellen eigenlijk. Het alleen dat het gewoon allemaal foute mannen waren. En dan mijn vriendinnen nou zeggen, alsjeblieft Vera, kom met een normale vent thuis. Hallo. Dag Vera. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Ja, ben je zo zenuwachtig? Van jou, ja. Vera. Ja, komt goed. De jongens waar ik op val, dat zijn meestal van de jongens die het leuk vinden om met andere meisjes er vandoor te gaan of op een feestje te dronken te zijn en dan, ik heb per ongeluk een fout gemaakt. Of weet je wel, zulke jongens. Ja, dat moet je niet hebben. Wat ik soms tegen mensen zeg, weet je wat het beste helpt? Nee. Je jas en je zenuwen even ophangen in de garderobe. Oké, zal ik doen. En dan kom je terug. Ja, ik ben een flap uit. Ik heb ook ADHD, dus dat is sowieso een van de kenmerken. Dus het gebeurt nog wel eens. En, helpt dat een beetje? Ja, ja toch? Ik hoop, ja. Nou, je hebt je best gedaan. Ja. De bar is helemaal vrij voor jou. Nee, de beroemde barman met de blauwe ogen. De barman, neem maar even plaats. Hey, welkom. Hey, ik heb wat cocktails, maar natuurlijk ook gewoon fris of een wijntje. Is het heel raar als ik een shotje wil? Nee, ja. Oh, mag dat? Ik kan ja, even... Ja, ik ben zo zenuwachtig. Oh. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Gewoon, ik heb ook echt niet geslapen vannacht. Ik denk, oh, nee? Ja. En vanochtend nog gewoon moeten werken. Wat voor werk doe je? Ik werk in de zorg. Oh, wat goed. Ja, superleuk. Met wat voor mensen? Met de ouderen, dus dementen of... dat vind jij echt leuk? Ja. Ik vind het leuk om met oudere mensen te werken, omdat ze vaak eenzaam zijn of zich niet helemaal lekker voelen of ziek zijn. En dan hebben ze toch een lichtpuntje als je daar langskomt en met ze spelletjes gaat doen of andere dingen. En de liefde dan, hè? Hoe ziet het hier een beetje uit? Mijn ideale man is qua uiterlijk wel een beetje gespierd, omdat ik zo van sport hou. Verzorgd, mooie tanden, mooie ogen. Ik hou van zorgzame mannen, gentlemannen. Lief, bezorgd, dus, trouw. Ik ben heel erg en dan, ja, dan heb ik iemand nodig die af en toe Vera even niet, weet gewoon je wel. Even kalm. Ja, gewoon even rustig, tja. Justin is een stoere jongen met een heel klein hartje. Als je wil lachen, dan ben je mij zeker aan het goede adres. Ik hou van een geintje. En ja, het glas is eigenlijk altijd wel half vol. Ja, ik ben heel erg nuchter in bepaalde zaken, over dingen nadenken. Ja, en ik ben echt wel een romanticus. Dus ik vind het echt wel leuk om haar dan in de watten te leggen. Zo, ik ben een partij zenuwachtig. Ik hoop niet dat ze langer is dan ik. Ik weet niet, ik ga er gewoon slecht op als ik dan iets liefs doe voor diegene. In plaats van dat je dan een knuffel krijgt of een kusje, dan is het meer... Oh. Cutie, ja, nee, ik ga er echt slecht op. Niet iemand die langer is, dat, nee. Zenuwen zijn daar, hè? Huh? De zenuwen zijn daar. Oké. Okay. Ik doe mijn best. Hallo. Hi. Dag Justin. Hallo. Welkom in het First Dates restaurant. Dankjewel. Oh, ik was zo nerveus, dat was echt niet normaal. Ik dacht echt, ik dacht gewoon op een gegeven moment dat ik van mijn eigen afging. Het was verschrikkelijk. Je date. Die zit er al. Ik zie het, ja. We gaan er naartoe. Kom maar. Zeker. Hi. Je mag even hier plaatsnemen. Ja, super. Thanks. Hi. Hi. Oh, ben je ook zo zenuwachtig? Ja, oké. Ik heb kapot veel buikpijn. Ja, ik wilde nog niet slapen. Ik zat net zo en zo gaat het wel. Nee, serieus? Oh, ja. Heb je wel een beetje kunnen slapen? Ja, een beetje. Ik heb slaappilletjes ingenomen. Ik dacht, ja, ik moet wel. En aan de wijn zie ik... Ja, ik heb net al een shotje op. Oh, joh, je moet wachten. Ik moest even... Laten we trouwens even beginnen. Hoe heet je? Ja, ik ben Vera Louise. Vera Louise. Ja, oké, mooie naam. Justin. Justin, lekker makkelijk. Ja, toch? Waar kom je vandaan? Noord-Brabant, Oosterhout. Ah, Brabant, goed zo. Kom je Brabant? Eindhoven. Eindhoven, de gekste. De gekste, ja. Ja, wat een lekker ventje. Gewoon gezellig, gewoon een lekkere, enthousiaste uitstraling. Meteen lachen toen hij binnenkwam, meteen praten. Ja, gezellige gast. En hoe oud ben je eigenlijk? 19, en jij? 19, oké, ik ben 24, net geworden. Ja, ik had ook rond de 24 uiterlijk, dus dat is oké. Ja, en jou 19 te jong? Nou, leeft het maaggetal. Nee, dat is bij mij ook. Ik schrok even. Een hele mooie uitstraling. Ik zag er best wel oud uit en toen bleek ze 19 te zijn. Maar ja, ik dacht dat ze zeiden, ik ga gewoon lekker een leuke date hebben. En studeer je nog of werk je? Nee, ik werk in de zorg, ja. Jij ook? Ja. Ja? En leuk? Ik vind het ook echt leuk dat ik gewoon nou een keer iemand gewoon kan spreken zonder... mondkapje of zo. Ja? Ja, maar echt, want nou is zeg maar elke keer dan zie je iemand en dan praat je er even mee. Een mondkapje zo, ja. Zo. Ja? Maar dames gaan voor, dus... Ja. Dames voor? Oh, ja. Neem je tasje mee. Ja, je tasje mee. Ja. Ja. Dit zijn dus de zenuwen, hè? Ja. Maakt niet uit. Oh, wel fijn dat jij uit Brabant komt, trouwens. Ja, is wel beter, ja, hè? Ik kan echt stress dat ik iemand uit Limburg zou krijgen. Ja. Niet dat er iets mis met Limburg, maar... Nee, nou, ja. Nee. Nou, is niet mis, nee. Maar ik denk dat ik heel vaak dan... Ik kan het niet verstaan, gewoon. Nee, ja, dat soms. En dan dat ik heel vaak gewoon zo zit en dat ik echt... Huh? Ja, dan vind ik het lullig voor diegene tegenover. Dat ik heel te zeggen, oh, wat zeg je? Ja, ik heb wel eens een Limburgse gedate. Dat was heel vaak, huh? In plaats van, oh. Heb je al... lange neuspiercing? Nee. Ik wil ook eigenlijk niet uitleggen waarom ik... Wel heel dronken of zo? Nou, nee, nou, kijk, mijn vriendin had er één. En iedereen zei altijd al van... Ja, dat zou je nou echt leuk staan, weet je wel. En mijn oorbellen heb ik ook allemaal zelf gepierst. Ja, mijn naald. Gewoon zelf? Je lag op jouw kamer en je deed gewoon deze naald erin. Ja. Geen verdoving? Nee. Niks. Klaar. Ook niet ontsmet. Ja. Oké. Ja. Ik was het niet... staat je heel goed in. Ja, vind je dat? Ja, ik vind neuspiercing eigenlijk... Ordinair? Nee. Nee? Ik wel. Nee. Nou, ik vind ze niet ordinair, want het is een beetje ook van nu. Maar ik vind bijvoorbeeld wel zo'n ringetje... Oh. Eindgesprek. Ja, grapje. Dat doe ik ook echt niet in mijn neus. Dat staat je goed, toch? Ja, dat vind ik heel lief dat je dat zegt. Ik vind je baardje ook leuk. Dank je. Ik word helemaal verlegen van jou. Van mij? Ja. Hoezo? Weet ik niet. Moet ik wegkijken? Heb je ook veel relaties gehad of zo? Ik heb 2 relaties gehad. Eén wat langer van 1,5 jaar. Andere, denk ik, 4 maanden of zo. Daarna nog wel aan uit. Het was echt, maar geen gezonde relatie. Ja. Dus, ja, jammer. Ja, en jij? Ik heb 3 relaties gehad, als in serieus. Ja. En die waren echt allemaal om en nabij 2 jaar. Ik heb ook zoiets, als ik ze nou zou zien, gewoon, zou ik ze begroeten op eentje na. Yo, ja, ik heb er ook één. Ja, als ik die zie, dan gaat de vlammeren in. Ja. Ja, ik denk, nou, ik doe het niet, maar... Ja, de enige reden daarvoor is eigenlijk dat... zij houdt standvastig vol dat ze nooit vreten gaan. Maar dat weet ik wel zeker. En uiteindelijk had ik ook een SOA-test gedaan voor de zekerheid. En bleek dus een SOA te hebben. Ja, dat vind ik gewoon toppunt van disrespect. Dus nee, dat is de enige. Die hoef ik ook niet eens. Geen hooi, niks. Daar heb ik ook. Ik zie ook echt mijn vorige relatie echt als een les. Gewoon, ja, foute mannen, niet aan beginnen. Nee, dat snap ik. Nee. Maar dat was een grapje natuurlijk. Er zijn er 2 vreemd gegaan. Bij de een stiekem berichtjes en via een vriendin. En ja, bij de ander ben ik er nog steeds niet echt uit of het nou wel of niet is gebeurd. Er is heel veel twijfel. Ja, wel, niet, nee. Het is wel een niet-speldje. Het ziet er wel leuk uit. Dank u wel, jij ook. Dank je. Ik vind je ook zo lekker enthousiast. Ja, daar hou ik van. Super, thanks. Qua vrienden, heb je echt een vaste vriendengroep? Of je bent een beetje iedereen's vriend? Ja, sowieso. Ik heb niet veel mensen die mij niet mogen, omdat ik altijd gewoon, ja, zoals ik nu ben. Ik ben enthousiast en ik ben niet zo'n ruziezoeker of zo. En sowieso wat mensen van mij denken, dat blijft mij koud. Ja, heb jij dat ook? Ja. Nou, vroeger niet, hoor. Nee, ik ben vroeger heel was het echt onzeker. Van, iedereen moet me aardig vinden en leuk. Maar er kwam een keer een moment dat ik echt dacht, nee man. Fuck dit. Dit is het gewoon. En ja, take it or leave it. Ik heb er ook heel erg onder geleden over wat mensen van mij dachten en vonden. En mijn onzekerheid. En vooral als meisjes zijnde Kim Kardashian. Zo'n beeld krijg je van je moet zo zijn. Anders pas je niet in het wereldje, weet je wel. Je wordt er heel snel buiten de meiden gezet. Als jij niet voldoet aan bepaalde eisen. En daar had ik zoveel moeite mee. Omdat ik wil niet zoals hun zijn. En ik wil niet zoals iedereen zijn. En ik wil gewoon lekker mijn eigen zijn. En toen op een gegeven moment begon ik me eigenlijk zo erg buiten te sluiten. En te denken van, ik ben niet goed genoeg. En die meisjes zijn allemaal veel mooier als mij, veel beter. En ik begon alleen maar te denken, wat vinden hun van mij? Wat vinden ze van mij? Wat denken ze van mij? Ben ik goed genoeg? Lijk ik op haar? Zie ik er goed uit? Zit mijn haar goed? En dat werd op een gegeven moment zo erg dat het een leefpatroon werd. En dat ik mijn eigen heel erg onder heb zien lijden. En daar heb ik toen zo erg mee gestruggeld en gezeten. Dat is echt niet normaal. Ik kwam op een gegeven moment gewoon Omdat ik zo erg mijn eigen lelijk vond aan uit kon kotsen. Ik kwam gewoon niet met mijn bed uit, niks, hè? Oh ja, joh. Ja. Ja, het is super zielig als iemand dat doormaakt. Vooral zo'n lieve meid, ja, het is gewoon heel zielig. Dus ik kan me er wel in verplaatsen, maar ja, ik denk in haar ogen. Maar dat is moeilijk om zo iemand duidelijk te maken. Echt niet nodig, ziet er hartstikke lief uit. Leuk karakter, leuke mooie lach, super zorgzaam. Ja, ik denk dat dat, ja, vind ik heel zielig dat zulke mensen zich soms zo voelen. Toen een jaar later, ik weet niet wat er gebeurde, in één keer bam, mijn knop om en ik ben van mezelf gaan houden en mezelf van wat mensen denken maakt me gewoon niet uit. Weet je, mogen ze me niet, mogen ze me niet. Ik denk dus echt dat het is gekomen door mijn werk. Die ouderen, die nemen jou altijd, wat dan ook, ze nemen jou hoe je bent. Ik vind het zo hier naar achter. Is het leuk? Is het leuk? Ja, het is wel echt leuk. Goed zo. Volgens mij gaat het hier wel goed, hè? Ja, het gaat wel goed. Echt. Ja. Mooie meid, hè? Ja, knappe meid. Leuk. Zeker een leuke uitstraling. Heel spontaan ook. Daar had ik, wel, ik had echt gehoopt op iemand die spontaan was. Ja? Ik heb ook een vraag. Ik wil het een keer anders aanpakken. Ik weet altijd als er rekening komt dat zo'n kistje wordt neergezet, zeg maar, en al wie betaalt. Ja. Maar ik wil eigenlijk kijken of ik van tevoren al kan betalen. Dat het een keer zo is van, oh, hoeft geen kistje, is al betaald. Oh. Het was super lief, super tof. En ik wilde niet op dat punt komen van, zullen we splitten of wie betaalt? Ik wist al gewoon, ik ga dit betalen. En toevallig moest ik even naar het toilet. Ik dacht, nou weet je wat ik gewoon doe? Ik ga eens wat betalen, dat vind ik leuk. Ga maar doen. Dan doe ik het nu eventjes met je, ja? Ja. Hop. Ik krijg hem zo terug. Daar is ze weer. Gelukt? Ja, ik moet even mijn haren naar achter houden. Nou, er is al betaald voor deze tafel. Heb jij dat gedaan? Oh, dat vind ik echt heel charmant. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ja. Dat is echt wel heel lief. Moment van de waarheid. Zal ik? Ja. Ja? Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Ja. Ik vond het super gezellig. Ik heb echt gelachen. Je bent echt super spontaan. Ja, het is super mooie uitstraling. Ik snap echt niet dat je vroeger onzeker bent geweest, want je bent echt super tof voor mij. Ja, super lief. Ik vond het echt heel gezellig. Ja. Ja, alleen inderdaad, ja, 19, 24, ik vind wel een groot leeftijdsverschil natuurlijk. Dus ja, op basis daarvan, ik zou bijvoorbeeld wel heel graag een shotje willen doen samen. Ja. Maar ik denk wel op vriendschappelijke basis. Ja, dat had ik ook. Vriendschappelijk, dat gaat gewoon supergoed. En misschien een keer een feestje samen pakken of zo. Ik denk dat dat hartstikke leuk zou zijn. Maar ja. Maar je bent echt tof, echt super tof. Ja.